Ja, maar ik vind het ook wel logisch. Ja. Op zich is het, snap ik het enthousiasme heel erg. Ik ben ook blij met het enthousiasme van de bezoekers. Ja. Ja, ja. Ja, nee, ik snap het heel goed. En ik ben al heel blij om te horen dat je er al in gedoken was. Dus de bevestiging is dat er kantenarchieven er nog zijn. Je aantekeningen ook. Stukken die je van het ministerie hebt, die zijn er ook nog. De perspublicaties, ja, ja. Want je had het over ook over iets wat het ministerie gestuurd had. Over een bericht wat ze hadden doen uit laten gaan. Zo, oké. Nou, voor het moment is denk ik je verhaal duidelijk en ik denk dat ik nu maar terug moet gaan naar de filmploeg. Ik breng dit over en ik ga gewoon aangeven dat het denkbaar is dat er een ontmoeting plaatsvindt, maar dat moet dan toch zijn bij een volgend bezoek. Dat lijkt me duidelijk. Ja. Ja, ja. 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 Helemaal. Ja. 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 Ah, oké. Ik ga het allemaal hier uitleggen. En dan hoor je nog wel van me. Ja? Jazeker. Hartelijk dank. En jazeker. Groetjes. He immediately went into his files this morning. He did, okay. He did. He has a full file of whatever was published in newspapers from August onwards. Okay. Even partly from before that period. Fantastic. But I have never sat with him before to review the whole story. Okay. So this is also... I would have known that this is an idea and a He's plan. He's older or younger than you? He's 1 year older than me. Okay, it's almost the same age, right? What he's saying to me, actually, I'm unprepared. I would need more time to prepare because even I would, in 5 minutes, my story would be over because I'm not fully back into the story. It's 50, 40 years back. Right, right. So if I was responsible for the context towards the ministry. Towards the parliament, so I have a full file on all the connections, and we were well informed by the ministry on the different moments. Gisteren is bekend geworden dat in Bangladesh meer dan 1600 gevangenen zijn vrijgelaten. Dat zijn voornamelijk politieke gevangenen die gearresteerd zijn in de afgelopen 9 maanden na de val van Sheikh Mujibur Rahman. De Nederlandse journalist Peter Kuster, die al sinds december in een Bengaalse cel zit, is niet vrijgelaten. Hij zal volgende week maandag voor een militaire rechtbank moeten verschijnen. Een officiële aanklacht is nog steeds niet tegen hem ingediend. Een goede vriend van Peter Kusters, Jos van Beurden van de stichting Koppelgemeente Bangladesh, heeft gisteren meer informatie over de positie van Peter Kusters vernomen. En Ben Smit vroeg hem waarom de Nederlandse journalist eigenlijk gearresteerd werd. Hij is uitermate begaan met het lot van de boeren, van de arme boeren. Hij beschikte over buitengewoon veel informatie. En ook was hij betrokken bij het opzetten van onderwijsprogramma's voor arme boeren. Men zou die programma's kunnen noemen een soort bewustmakingsprogramma's, die kennelijk nogal bedreigend zijn geweest voor de bestaande machten in Bangladesh.